Tijdens de meet and greet van Move NS kunnen professionals buiten NS kennis komen maken met NS als werkgever. Deze meet and greet stond in het teken van techniek. Binnen recruitment van Move NS kennen we de strategische doelgroepen. Per jaar komen de doelgroepen 2 keer aan bod. En ieder themamaand sluiten we af met een meet and greet waarin we de professionals van buiten NS de kans geven om onze professionals te komen ontmoeten. En dit doen we in het kader van employer branding. Timmermans gaat jullie een uitgebreide presentatie geven over NS en de uitdagingen bij NS. Dus bij deze geef ik een woord gelijk over aan Tom. Dankjewel, gezellig. Welkom allemaal bij deze meet and greet in de techniek. Je leest natuurlijk van alles in de krant over ons. Maar waar het hier vandaag om gaat is achter de schermen te kijken. Welke mooie banen heb je bij NS in de techniek? De laatste 5 jaar ben ik met name bezig geweest met projectmanagement. Ik hoopte daar wat verder in te vinden, eventueel bij de NS. Okay. Ik heb de laatste jaren met een paar projecten op stations de NS meegemaakt. Ik was benieuwd van wat zit er nou achter en zijn er mogelijkheden voor mij. Het onderwijsbedrijf van NS. Tussen jullie in het publiek zijn veel collega's van me, van NS, van Netrain, van Highspeed. Waar je nader kennis mee kunt maken om je te oriënteren op wat zijn mijn mogelijkheden bij NS. Ja, bij Netrain ben ik verantwoordelijk voor het stukje procesmanagement binnen Fleet Services. De meet and greet kan doorslaggevend zijn voor mensen die ons komen opzoeken. Want de meeste mensen kennen ons van onze dienstverlening en weten niet dat je als HBO professional voldoende mogelijkheden hebt binnen NS. Ik had zelf gehoopt om wat meer mensen eventueel te zien van projectleiding, om daarover te praten van wat de mogelijkheden zijn en wat ze dan precies doen. Maar ik hou wel zeker de site van de NS in de gaten van of er potentiële vacatures komen.